Het wordt in de laatste ronde naar die berg gestoken. Maar je ziet hoe eigenlijk op bepaalde plekken je plots toch weer tijd kan verliezen. Van der Haar en Pauwels, ze waren erbij en er is daar toch opnieuw dat gaatje van seconde, 2, 3. Ja. Een versnelling van Meussen. Van der Haar gaat het gat proberen dicht te redden. Pauwels heel verstandig in het wiel. En dan Nijs en Adams. Van Kessel die zijn we definitief kwijt. Die is in de verste verte niet meer te zien. En Tom ook, hij weet ook perfect dat hij op die bergjes op kop moet zitten. Maar hij zit hier er al op. Dus hij ziet niemand niet komen. Dus als Mathieu of zelfs Kevin zijn groot met zijn gang staat naar die bergjes toe. Je moet daar gewoon eerste of tweede positie zitten. Dus dat wordt, allee, ook al is dat nog verder van kant, maar dat wordt gewoon een sprint naar die bergjes. Ja. Mooi, mooi. Sven Nys ziet ze daar rijden. Kan hij er nog naartoe? Ik denk dat hij best wel wil. Maar Meussen blijft versnellen. Nu Van Tornhout. Van der Poel ziet het gevaar. Die gaat mee. Meussen die gaat zich niet meer laten doen. Dus weer met het mes tussen de tanden. Zo kennen we Tom Meussen. En daar Van der Poel die daar handig voorbij Van der Haar glipt. Het is nu echt ja, op het scherp van de snee. Een beetje risico nemen en er zal wel een van die vijf een fout maken. Ja, en hier moet je nog niet lopen, maar ze biedt het volgende stukje op de berg. Dan gaat Klaas misschien hetzelfde doen als vorig jaar. En hij zal dat misschien zelf wel weten, of ik hoop dat hij het weet. Je fiets in zijn nek en zo hard mogelijk lopen, dan is het natuurlijk wel wat verder. Maar 10 meter is 10 meter en dan zal het te goed maken. Ja, intussen is Meussen iets wat aan het wegrijden. Het is allemaal wat relatief. Ja, dat is toch, er zit toch wel wat op. Zo. Ja, en Sven Nys zit ook niet ver hoor. Houdt wat in. Ja, Sven probeert wel. Ja. Voor nu kans te maken op de overwinning zit hij toch te ver. Ik zal niet weten waar hij anders op een fijne manier kan voorbijsteken. Misschien wel voor een mooie ereplaats, maar voor te winnen. Ja, ik weet niet, dan moet hij toch nog wel een paar stunten doen. Ja, dat kan hè, maar. We hebben Sven Nys al meer stunten zien doen in die lange carrière. Het is ook straf hier in alle superprestige wedstrijden die Sven Nys hier in Ruddervoorde gereden heeft. En dat zijn er toch 16. Is hij maar één keer niet op het podium gestaan. En hier gaat Klaas terug opspringen. Ik had vanaf hier af van deze fase van de wedstrijd gewoon gelopen. Je kunt ze allemaal voorbij lopen hier. En Klaas blijft het een beetje hangen. Hè. En Tom pakt hier rap 10 meter daardoor. En zie, Klaas doet het nu weer. Hij laat gewoon nu Tom gewoon rijden. Op een manier dat hem daar juist lopen veel sneller is. Ja, heel merkwaardig vooral. Ja, de plek waar hij zich dan ook nog vastrijdt. En Adams loopt daar wel en maakt daar, ja, was daar bijna voorbij. Kevin Pauwels geraakt, maar Pauwels was dan toch nog iets handiger. Maar ze zitten allemaal dicht tegen elkaar, maar te ver. Meussen voorlopig de beste papieren. Heeft nu meter of 10 voorsprong op Van Tornhout. Die misschien wel door zijn beste krachten heen zat. En Meussen die voelt nu de adrenaline door zijn lijf stromen. En dat is nog dat ver, hè? Ja. Je moet het stukje naar de Balkberg op. Nog een klein technisch stukje, maar dan, als je dat kan overleven, het stuk van naar de materiaalpost, twee lange rechte stukken. Als je daar 10 meter kan houden, dan gaan we 10 meter de zandbak in. En Falkos door de zandbak, dan zie ik Tom wel winnen. Het zijn 4 seconden die dat Tom Meussen heeft op Klaas van Tornhout. 4 seconden en zoals Tom Meussen de laatste ronde kan rijden, gaan de anderen het erg moeilijk hebben. Maar ik durf geen uitspraak meer doen, want we hebben al zoveel veranderingen gezien hier in de wedstrijd. Voorzichtig die kasseibocht hier nemen. Dat doen ook de achtervolgers. En ik denk wel dat Mathieu net iets beter kan. Dus Mathieu moet er gewoon na dit bergje richting materiaalpost proberen overheen te gaan. Want anders zal hem het moeilijk nog krijgen. Klaas van Tornhout komt terug iets dichter bij Tom Meussen. Klaas die met een grotere versnelling rijdt dan Meussen ook. En nu is het spurten tot aan de zandbak. 10 meter is 10 meter. Je ziet dat ook aan Tom zijn gezicht. Nou, Klaas is misschien net een tandje groter. Maar als je eerst in de zandbak zit, ja. Tom moet er gewoon, mag gewoon niet meer stilvallen. Als hij nu stilvalt, is hij verloren. En hij moet gewoon blijven gaan. Maar dat is toch ver. Hier lijkt dat niet ver, maar dat is een halve ronde dat die man aan het putten zijn. Ja, het zou mooi zijn voor Meussen alleszins en voor zijn ploeg Telenet Fidea ook een grote prijs pakken. Maar
We zijn nog zover niet hoor, want Van Tornhout is het gat aan het dichtrijden met Van der Poel in het wiel. En dan zit die rappe Pauwels daar. En Sven Nys is intussen voorbij Adams en voorbij Van der Haar gegaan. Maar Tom zit nog altijd in de beste positie. Klaas zit gewoon niet op het wiel. En hier op deze fase van de wedstrijd moet je gewoon op het wiel zitten. En als Tom hier feilloos doorgaat, dan is 10 meter of 5 meter zelfs genoeg. Ja, hier in het zand. En we hebben het al gezegd, die zandbak ligt al wel niet te ver van de aankomstlijn. Slechte passage in het zand van Tom Meeuwse. En nu zitten ze echt wel in het wiel. En kijk eens, Sven Nys komt hier. In vierde positie nu. Sven Nys, wow. Dit is topsport van de bovenste plank. Meeuwse nog wel aan de leiding met risico door de bochten. Maar we moeten eerst zitten, want we moeten eerst de baan opdraaien. Sven kan misschien nog voor de derde plaats gaan. Winnen zeker niet. Maar ja, ik geef Tom nog altijd voordeel. Ja, als hij recht blijft. Hij kan die bochten nemen als geen ander. Is technisch een kraan. Tom Meeuwse spurt hier alsof zijn leven ervan afhangt. Bij Klaas van Tornhout zie je dat minder, maar ook hij gaat behoorlijk snel vooruit. Nog één bocht en we zitten aan die laatste rechterlijn. Gaat Tom Meeuwse het halen? Hij kijkt achterom. Hij ziet dat hij in de beste positie zit. Opletten hier, opletten en vooral recht blijven. Voorlopig lukt dat. Tom Meeuwse kijkt om. Zit daar Rutte spurter alsof zijn leven ervan afhangt. Hij gaat het halen hoor. Jawel, Tom Meeuwse wint Ruttervoorde voor Van der Poel, Van Tornhout en Nys. Knappe zegen van Tom Meeuwse in de superprestige. Vijfde plaats voor Lars van der Haar. En dan zesde Jens Adams. Wat een uitslag voor hem ook. Mooi hoor. Ja, het is toch eerst dat hij in bocht komen is zo belangrijk. Maar ik zat op het puntje van mijn stoel, want het rijdt modder aan die tube. En Tom durft al wel eens die risico's te pakken van misschien nog onderuit te gaan in die bochten. En hij blijft recht en hij wint. Dit is heerlijk. Pauwels, de winnaar van vorige week. Zevende plek, achtste wordt Corné van Kessel. Heeft er lang aangehangen bij die leiderschap. Maar hij mag blij zijn. Hij is ploegmaat van Tom Meeuwse. Overwinning blijft in de ploeg. Corné was ook zo'n beetje een ritme kwijt van te vallen. Misschien dat hij zich bezeerd heeft. Maar als je goed bezig bent en je maakt dan in één keer zo'n val of een fout, dan dan ben je gewoon uit het ritme en op dit parcours uit het ritme, dan houdt het op. En negende plaats voor Yuri Adams. Ook hij komt